Hallo allemaal, ik ben Thomas en in deze video daag ik Jay-Z uit om te kijken wie binnen 24 uur het meeste geld kan verdienen. Jay-Z en ik krijgen beide 24 uur de tijd om zoveel mogelijk geld te verdienen. We mogen zelf bedenken hoe we aan ons geld gaan komen. Maar wie bedenkt het beste plan en verdient het meeste geld binnen één dag? Hallo, heb jij een klus voor mij? Je weet natuurlijk dat wanneer je heel erg veel zin hebt in deze video, dat je gewoon eventjes een duimpje omhoog moet doen. Als we de 20.000 duimpjes halen op deze video, dan gaan we deze challenge nog een keer uitvoeren, maar dan met een andere YouTuber. Dan gaan we nu vertrekken naar Jay-Z. Hallo! Hallo! Een hele goede morgen! En ik ben met... Jay-Z! Ja, ik vind het zo gezellig dat we eindelijk samen zijn. Nou, ik vind het ook zo leuk, gezellig. Ik moet eerlijk aan jullie aangeven, ik ben echt fan van Jay-Z. Ik kijk al heel lang naar zijn TikToks. En nu zien we elkaar eindelijk. Nou, zo leuk in het echt. Ja, en ik ga je uitdagen vandaag. Ja. Heb je er zin in? Ja, maar ik ga winnen. Waarom ga jij winnen? Wat is jouw tactiek dan? Nou, ik ga gewoon... Ik ga mijn kleding uitschenken, een grapje. Wordt het een ander soort video. Ja, nee. We hebben een dag de tijd. En ik zie jou dus aan het einde van de dag. En dan gaan we dus optellen wie het meest van ons heeft verdiend. Ja! En ik ga winnen. Nee, ik! Nou ja, laat het even in de reacties weten wie van ons gaat winnen vandaag. Ja, oh ja. En Jay-Z of ik? Een Mercedes. Oh, is dat echt voor mij? Ja! Waarom? Nou, gewoon leuk, gezellig. Dat vind ik lief, die ga ik verkopen vandaag. Ja. Nee, maar oh, slim! Dank je, succes! En de challenge is begonnen. Ik ben heel benieuwd hoe Jay-Z het vandaag gaat aanpakken. Ik heb al een paar ideeën. Als je bij het tankstation naar de wc gaat, dan moet je natuurlijk altijd eerst eventjes betalen. Als je dus betaalt, dan komt er uiteindelijk zo'n kaartje uit. En dat heeft meestal een waarde van 50 cent of zo. En ik dacht dus, als ik nou eventjes bij dat automaat blijf staan. En hopelijk laat zoveel mogelijk mensen dat kaartje daar hangen. Dan pak ik al die kaartjes en dan ga ik die kaartjes later op de dag proberen te ruilen voor geld. Dus laten we naar het tankstation gaan. Oh, waar staat er aan? Oh, nou, kijkers. Oeh, ik val bijna van mijn poot. Nou, jongens, Thomas is net er weer vandoor gegaan. Ja, en nou ga ik natuurlijk knallen. Ik moet echt klussen doen. Dus, nou, ik heb al wat in gedachten, maar dat ga ik natuurlijk niet vertellen aan hem. Ja, hallo. Ik heb dus het gevoel dat ik iets ga doen wat helemaal niet mag, maar dat slaat dus helemaal nergens op. Nou, daar gaan we, jongens. Hier is het automaat en er ligt zo te zien geen kaartje. Ik heb nu wel mijn eigen kaartje. Ik zie het als een soort van investering. Er komt iemand. Waarom laat niemand zijn kaartje zitten? Ik blijf hier gewoon even wachten. Wat erg, jongens. Weet je, trek ik die deur dicht. Zit mijn sleutel volgens mij niet in mijn tasje. Nou, ik zie het allemaal later wel, hoor. Oké, dames en heren. Nou, hè? Ik moet klusjes natuurlijk gaan doen. Want ja, ik moet per direct geld gaan verdienen. Ik weet nog dat Nadine en Christy, dat zijn vriendinnen van mij, dat zijn buurmeiden, die zijn hun kamers aan het verven. Dus ik dacht, weet je, dan kan ik toch helpen. En dan krijg ik gewoon van hun geld. Waarom pakt iedereen gewoon zijn kaartje? Normaal gesproken ligt dat ding vol met kaartjes. Ik moet toch klusjes doen? Oh. Oh ja, ik wil jou helpen met verven. Ja, dat kan. Wat? Weet je, dan gaat Christy tegen mij zeggen dat ik niet zo kan verven. Ja, maar dus dan moet ik helemaal een vuilniszak over meenemen. Want ik ga niet weer naar huis en omkleden. Dat vertik ik. Ik dacht dus echt dat dit het beste idee ooit was. Maar het was dus uiteindelijk het slechtste idee. Kost mij veel te veel tijd. En ik moet deze challenge natuurlijk winnen. Dus laten we snel naar huis gaan om een plan B te bedenken. En toen waren we weer thuis. En ik heb onderweg de hele tijd zitten denken, wat kan ik nou doen om zo snel mogelijk geld te verdienen? Want we zijn ondertussen ook alweer 2 uur verder, hè Paco? Ja. Als je heel snel geld wil verdienen, dan moet je natuurlijk gewoon iets verkopen. Dus ik dacht, Paco, zal ik jou gaan verkopen? Ah, sorry Paco, je hoeft niet bang te zijn hoor. Ik verkoop jou niet. Trouwens, check hier beneden even of je al geabonneerd bent. Meer dan de helft van de mensen die mij kijkt is nog niet geabonneerd. En we gaan heel langzaamaan naar de 700.000 abonnees. Jij kan het verschil maken. Druk even op die abonneerbutton. En natuurlijk een belletje om op de hoogte te blijven van elke nieuwe video. Oké, ja, dit is voor jou. Oh! Ja, oh! Je armen nog. Ja! Kijk, perfect. Nou, ik kan verven. Ik ga Christy nu helpen hier met die muur. Die moet helemaal beplakt worden. Ja, Christy, ik krijg hopelijk van jou wel een groot bedrag. Enorm. Nou, jongens, ik ga plakken. Kom maar met die lijn. Nou, kom maar gaan plakken. Nee, toch op het plafond. Ach, dit is je verschrikkend, ja. Nou, dit gaat een uur duren, kan ik je wel verstaan. Hey! Wat is er nou
nou weer? Ik zie er ook helemaal niet uit. Je ziet er prachtig uit en ik heb een hele belangrijke vraag voor je, want mag ik jou verkopen op Marktplaats? Mij verkopen? Nou, ik denk dat niemand mij wil, hoor. Hoeveel zou je vragen voor jezelf? Maar voor wat? Wat moet ik gewoon jou als persoon verkopen? Dan kan je jou in huis, zeg maar, hebben. Gewoon als standbeeld. Nou, ik sta niet stil, dat allereerst. Dat is inderdaad heel erg raar. Ik moet iets... Oh, wacht. Wil je Merci van mij kopen? Oh, hier heb ik zin in. Ja, maar dan moet je het wel kopen van me. Ja, dat is goed. Ik vraag er 10 euro voor. Ik denk dat ze in de winkel een stuk goedkoper zijn, maar dan hoef ik niet meer naar de winkel te lopen. Dus dan heb je een soort van bezorgkosten. Ja, oh, met hazelnoot. Ja, ik koop hem. Echt? 10 euro. Dit is heel zielig. Ik heb deze cadeau gekregen van JC. Nee. Nou, kijk eens eventjes. 10 euro. Sorry, JC. Bedankt, Rut. Mag ik hem dan... Hij is van mij. Ik mag nu eten. Ja, je mag nu eten. Dan ga ik ondertussen verder. Ja. Nou, ik ga nu verder. Even goed horen. Oh. Nou, en dan heb ik een beetje verf. En dan ga ik nu op de muur. Wat vies. Wat is dit? Nee, heeft Nadine niet goed schoongemaakt? Oh, godverdamme. Nee. Nou, Nadine, er zit even vieze bruine zon. Even evalueren. Ik heb hier een roller. Moment. Die moet ik even... Nou, dit is niet te doen. Christy! Weet je, ik moet dit toch eerst even spoelen helemaal. En dan drogen. Ja, ik hoop wel dat ik een bedrag van hun krijg, hoor. Ik hoop echt dat ik een bedrag van hun krijg. Nou, we zijn bezig geweest. Die hele helft is al helemaal klaar. Nou, ik ga er weer vandoor, Chris. Nou, en hier is het overhandig momentje. Ja, 30 euro. Oh, ja. Dank je. Welverdiend. Welverdiend. Ja. Ik heb hard gewerkt. Nou, oké. Okay. Dag. Ik dacht er dus ineens aan dat ik deze scooter nog in de schuur heb staan. En deze heb ik gekocht toen ik 16 jaar oud was. Dit is al meer dan 10 jaar geleden. Ik voel me heel oud nu. En ik rijd er eigenlijk nooit meer op, omdat ik natuurlijk nu een auto heb. Dus ik denk dat ik deze nu op Marktplaats ga zetten. En dan hoop ik dat ik vandaag nog een koper krijg. Want het bedrag wat ik daarvoor krijg telt dus mee voor deze challenge. Maar dan moeten we echt iemand binnen 24 uur dit kopen. Dus laten we opschieten en snel foto's gaan maken. Eeeh, een dikke naaktslak. Gatsie. Zo, dames en heren. Nou, ik sta nog niet echt lekker, hoor, op mijn klusjeslijst. Weet je, ik heb wel bij Christine Nadine geschilderd, geverfd. Dus ik heb toch wel weer 30 euro opgeleverd. Maar ik heb eigenlijk de rest van de dag nou nog niet echt een klusje kunnen doen. Christine en ik gaan even naar de IKEA. En we gaan kijken of we daar toch nog iets van een dingetje, een klusje kunnen doen. Misschien kunnen we even vegen snel. Wij gaan gewoon even, dames en heren, even kijken of überhaupt... Weet je, jullie weten allemaal wel dat corona, hè? En dat die winkels allemaal weer open mogen. Dus we moeten even kijken of er een rij überhaupt staat. Want als er geen rij staat, kunnen we gelijk doorlopen. Mocht er wel een rij staan, ja, sorry hoor, maar dat duurt mij te lang. Ik heb alles klaarstaan om mijn brommen te verkopen. Het enige wat ik hoef te doen is op de knop te drukken en dan staat hij dus live. En ik hoop zo dat ik hem ga verkopen vandaag. En ik vraag voor de brommen 450 euro. Hij staat online. Fingers crossed. Ondertussen zit ik te wachten tot ik reactie krijg op mijn marktplaatsadvertentie. Alleen ik denk dat het een heel dom idee is om heel de dag te gaan wachten en al het geld wat ik vandaag ontvang afhankelijk te laten zijn van deze advertentie. Ik kan niet anders dan gewoon een heitje voor een kwijtje gaan doen. Wie zullen we gaan bellen? Hi schat. Ik vroeg me af of jij misschien een klusje voor mij hebt waarvoor je mij wil betalen. Nou ja, zeker. Ja, heb ik vast wel. We hebben nieuwe plantjes, maar de bladeren van de herfst liggen er nog. Oh, en die kan ik zeker voor jou opkomen ruimen. Kan die wel opruimen? Echt? Mag ik dan nu komen? Ja, dat kan. Let's go. Kom, wij moeten rennen. Wij moeten rennen. Ik ga tegen die medewerker vragen. Hallo, heb jij een klus voor mij? Nou, we lopen nu in de IKEA. Allemaal langs kasten en bergen en bedden en hele spannende dingen. En ik ben nu even op zoek naar een medewerker die mij even kan helpen. Door al die vieze stoelen hier. Allemaal stof. Even afstoffen misschien. Nou, en we zijn hier toevallig voor 2 vliegen in 1 klap. Want Christy had ook nog een nieuwe kast nodig. Nou, Christy is zo aan het zwoegen en het ploegen met die gekke kasten. Ik krijg zo'n error in mijn hoofd. Ah, we hebben zulk slecht nieuws, dames en heren. En Christy heeft geen leuke kast gevonden. En ik mocht niet een klusje doen, want ze hadden het hier zo druk dat ze even geen tijd voor me hadden. Nou, weer geen geld in de pocket, hè? En toen was ik bij Marleen. Hallo. Maar ik wil eerst even afspreken, hoeveel krijg ik dan? 20 euro. 20? Nee, ik hoop dat Jay-Z dit ook krijgt voor zijn klusjes. Ik ga akkoord voor 20 euro. Nou, Chris.
is, ik kwam net eigenlijk met het aanbod omdat ik nou zoveel tijd heb besteed en dat ik mee moest eigenlijk met haar. Het heeft allemaal niks opgeleverd. Nee, ja, dat kon niet helaas. Ja. Ik heb wel geprobeerd. Nou, wat krijg ik nou van jou? Ik kreeg gewoon geld. 5 euro. Oh, maar niet contant. Pin, over maar. Ik stuur jou een tikkie. Oké. Weet je, en ik moet straks gewoon door naar mijn volgende afspraak, want ik moet gewoon kijken of ik weer een hoe noemen ze er iets? Nou, weer een klusje kan doen. Even een rondleiding door deze prachtig opgeruimde tuin. Er liggen nog wel een paar blaadjes, maar wat vind je ervan? Ja, die neem ik voor lief. Hé, hey, maar ik moet eerlijk zijn, ik vind het een beetje zielig voor Jaycee. Ik vind 20 euro erg veel voor dit wat ik nu heb gedaan in een half uurtje. Dus met 10 euro ben ik oké. Zeker weten? Ja, zeker weten. Dat is wel heel ver van jou. Yes, dankjewel. Jongens, ik heb reactie op de advertentie van bij Brommer. Er heeft net iemand gereageerd. Het bod is wel extreem lager. Het is nog minder dan de helft van wat ik vroeg. Iemand heeft 225 euro geboden en wil hem dus vandaag ophalen. Ik heb een tegenbod gedaan van 280 euro. Wow, van de ene auto ga ik naar de andere auto. Want ik ben hier met Jolene. Ja, en dit is even de volgende boeking. Want ja, ik moet toch aan die klusjes komen. Dus ik ga bij haar stofzuigen. Het huis een beetje aan kan maken. Ja, voor een bedragje ook, weet je. Nou, dus ik dacht, ik ga haar even bellen. Ook leuk. En dan heb ik haar ook weer even gezien. Dus, nou, wordt enig, jongens. Ik heb helaas nog steeds geen reactie gehad op mijn tegenbod van mijn Brommer. Dus ik hoop dat ik dat wel vandaag nog krijg. Maar tot die tijd moeten we iets anders gaan bedenken. Dus ik ga een vriendin van mij bellen, Sarah. Hallo, wil je eigenlijk vragen, heb je voor mij een klusje vandaag? Want ik moet geld verdienen, een soort van heitje voor kwijtje. Nou, dat komt eigenlijk wel goed uit, want mijn auto moet gewoon mooi. Die zit hem onder de bovenpop. Hoeveel krijg ik ervoor als ik het doe? Ja, het is wel veel pop, dus 15 euro. Ja? Oké, ik kom er nu aan. Wat heb jij een vieze auto? Ja, bedankt. Ja, het is echt nodig. Laat hem snel gaan wassen. Ik heb een briljant plan. Jij brengt deze auto en mij naar de wasstraat. Je betaalt 15 euro. Ik investeer 5 euro om in dat ding te doen, weet je wel. En dan ga ik hem op de hand wassen voor je. Dus ik betaal 15 euro om in de auto te blijven zitten terwijl jij mijn auto aan het wassen ja, bent. Ja, precies. Oké. We investeren even wat geld. Even kijken. Zo. En dan gaan we intensief reinigen. En vind je hem schoon genoeg? Ik ben hem aan het inspecteren en ik vind hem echt perfect geworden. Nou, dan weet je wat je te wachten staat. 10 euro hou ik over. Nou, dankjewel. Ik ben nu bij Charlene, want ja, ik moet gewoon het volgende klusje uitvoeren. Stofzuigen. Ik ga haar hele huisje stofzuigen. Met dit. Met dit. Het is een langwerpig dingetje. En hoeveel krijg ik van je? Wat jij wil. Nou, nog gelijk 100 euro. Nee. 20. Ja, je krijgt 20 euro. Oeh. En alle hoeken van de plafonds meenemen, hè? Oh, meenemen. Oeh. Wat gaat dat hard, lief? Pak hem door naar rechts. Jullie gaan dit nooit geloven. Ik heb gewoon mijn Brommer verkocht. Het is dan wel niet voor de prijs van wat ik eigenlijk wilde. Een stuk goedkoper, 250 euro maar liefst. En heel erg blij, want dat betekent dat ik nu met verschillende klusjes wat verdiend heb. En met de Brommer 250 euro. Nou hoop ik dat Jaycee niet meer verdiend heeft dan ik. Maar dat gaan we allemaal straks zien. Jaycee is hier over 2 uurtjes. Over een uur wordt de Brommer opgehaald, dus heb ik mijn 250 euro. Ik ben best wel trots. Ja. Heel goed gedaan! Oh, dank je. Nou, ik geef jou een tikkie. Ja, 20 euro. Ja, en dan ben ik gewoon 20 euro rijker. Dat is wel goed, want ik moet wel winnen. Ik moet wel winnen. Thomas staat er nu zijn scooter te verkopen. Ik hoop dat hij hem verkoopt, want dan heeft hij misschien de challenge gewonnen. En toen was mijn Brommertje weg. Ik heb nu wel 250 euro hier in mijn hand. Dus laten we Jaycee gaan ophalen en gaan kijken wie er gewonnen heeft. Ik heb het geld bij me. Alleen, weet je, sommige mensen hadden het natuurlijk gestort. Want ik had ze een tikkie gestuurd. Dus ik moet het allemaal... Heb ik dat lopen binnen? Oh ja, en er zit een baby hier te krijgen. Nou, stap in. Ja, stap zou ik naast je wachten. Yeah. Nou, naast me natuurlijk. Ja, weet ik veel. Kom. Auw! Bijna dood door een auto. Zullen we naar mijn huis gaan en gaan we tellen wie er gewonnen heeft, oké? Okay? Laten we dat gaan doen. Ik ben het toch. Nee, ik. Ik ben een beetje zenuwachtig. Nou, en hoe ik? Ben je klaar voor de eindstand? Ja, wel. Maar ik vind het heel spannend. Wie denk je dat er heeft gewonnen? Ja, ik denk dus jij. Ik denk jij. Nou ja, weet je, laat maar zien hoeveel geld jij vandaag verdiend hebt. Let op. Ik pak even. Ik let op. Ik vind het eng.
Heb jij dus een zak met geld bij? Nee, dat is niet waar. Oeh, sorry. Oeh! 20. 40. 60 min 5. Oeh! 55 euro. Wauw, applaus! 55 euro! Ja! En ja, dan ben ik nu aan de beurt. Ik heb 10, 20, 30 euro. Dit is een gat toch? 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 280 euro. Huh? Oh. Hoe kan dat? Nou, applaus! Ja! Ik heb gewonnen! Ja! Ah. Ja, dansen! Ja. Ik heb klusjes gedaan en ik heb vanmiddag mijn brommen verkocht op het laatste moment voor 250 euro! Ja. Eigenlijk, ik denk voor de moeite heb jij gewonnen en voor het geluk heb ik gewonnen. Wat? Zeg dat goed? Heel leuk om met jou vandaag deze challenge te doen. Ik ook! Ik weet zeker dat wij nog vaker gaan opnemen. Ja, laat maar weten in de comments below. Ja, en wil je meer van Jaycee zien? Kijk even het linkje in de beschrijving wat hier in beeld komt. Check zijn YouTube kanaal en zijn TikTok natuurlijk. Oh ja, mijn TikTok. Vond je het een leuke video? Doe eventjes een duimpje omhoog om te maken in deel 2 van deze video. En dan zie ik jullie gewoon volgende week dinsdag weer met een splinter nieuwe video. Nou, doei! Dag. Nou, jij ook, dag.